Yo, what up Wilbro's? Jullie willen weer een nieuwe Frank Visser en hier ben ik dan met een nieuwe meneer Frank Visser doet uitspraak. Vandaag kijken we natuurlijk wel weer een zaak met echt Frank Visser en niet die andere guy. Ik ben zijn naam alweer vergeten. Ik vond het niet leuk met hem. Jullie ook niet. Vind jij Frank Visser doet uitspraak nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog achter te laten en te abonneren als jij nou nog niet geabonneerd bent. Vertel hoe het zit, Victor. Take it away. Geef me die opzoeking. Ik ben onderweg naar het Drentse Klazinaveen. Daar wonen Henk en Anneke al tijden in een heel fijn huis in een landelijke omgeving. Man, dat zou ik wel willen wonen. Hun woongenot wordt bruut verstoord door de grote honden van de buurman. Ze blaffen de hele dag, ze zijn zeer agressief en Henk en Anneke zijn als de dood dat die viervoeters eerdaags een keer hun grote tanden in iets of iemand gaan zetten. Oeh, hier, kijk hem. Als ze willen, komen ze over die schutting heen. Ja, oké, ja. En als onze kleinkinderen achter het huis zijn, want ze komen echt dan bij ons op het erf, nou, dan is de schade niet te overzien. Het baasje van de honden, Mark, vindt het allemaal maar gezeur. Hij snapt helemaal niets ja, van hij ziet er ook wel uit. Dit zijn grote honden. En hoe groter de hond, hoe meer aandacht ze nodig hebben. Hoe meer training ze nodig hebben. Hoe meer moeite het kost om ze te onderhouden. Dat is nou helemaal hoe het werkt. Mooi huis heeft hij al trouwens, wauw. Damn. Hebben ze nou over dit hek? Zouden ze hier overheen kunnen springen? Hoe hoog kan een herdershond springen? 2,5 meter. Een deur is 2 meter. Dus ze kunnen er overheen, als ze dat willen. Hij is juist helemaal dol op zijn twee kindjes, zoals hij ze zelf noemt. Ja. En ze zijn juist heel zachtaardig. Van agressie is absoluut geen sprake. Ze noemt geen vlieg kwaad. Achter het hek lijkt het heel waterformaat. Geen vlieg kwaad, zegt hij. Zijn honden doen geen vlieg kwaad. Inmiddels leven beide buren al een tijd als kat en hond naast elkaar. En dus... Hoe bedenkt hij dat, hè? Die uitspraken van hem, echt. Ze zijn zo cringe. Toen ik voor het eerst op Frank Visser reageerde, vond ik het zo cringe. Nadat ik het zo vaak heb gezien. Ik vind het nu juist geweldig. Dit is ons droomhuisje, wat wij samen opgebouwd hebben. Dat boeit niemand. Oh god. Wij dachten hier oud te worden, hè? Maar zo wordt het niet. Ja, dat zou jammer zijn. Dat is niet te doen. Oh, dit zijn mijn twee honden. Ja. Dit is Diego, dit is Boomer. Diego en Boomer. Allebei dol enthousiast. Dol op energie, graag spelen. Maar ze doen geen vlieg kwaad. Geen vlieg. Okay. Voorbij loopt, vooral als de postbode komt, op kinderen van school. De honden slaan aan en je wordt er helemaal niet goed van. Nee, hè? Een hond blaft eenmaal. En dan moet de buurt zich ook maar een keer aan wennen. Van... Hond blaft, ja, sucks to be you. Ik heb honden gekozen om te hebben als huisdier. En ik zou ze kunnen trainen en onderhouden en zo. Maar nee. Sommige mensen die denken van, hey, het zijn herders. Ze zijn heel eng. Dat hoeft niet altijd, want er ligt aan de opvoeding van een hond. Je honden zijn niet te vertrouwen. Ze zijn heel lief. Ze geen vlieg kwaad in. Ja, voor jou misschien, hè. Dat is het hem. Daar komt hij, hè. De classic auto. Zo. Ik wil ook op die auto staan. Verdacht stil. Verdacht stil. Als je wat eerder was geweest, dan had je gehoord, heel wat gehoord. Ja. Maar het is nu ook heel stil. Ja, de baas is er, hè? De baas is er. Als de baas er is, is er niks aan de hand. Dan is er niks aan de hand. Nee. Trek even de jas aan. Voordat we verder gaan, wil ik gelijk eventjes naar de plek waar jullie de meeste last hebben eigenlijk. Oké. Oh nee, een kind op van ladder. Eventjes kijken, want... Dit hier is de tuin van de buurman. Ja, ja dat klopt. Ja. En hier wonen ook de honden eigenlijk. Ja. Nou, eens even kijken of ik ze zie. Daar zijn ze. Ah, daar heb je ze. Mooi jongens. Hallo. Hi. Nou. Oh, hij pist tegen de schoen. Oh, die gaat even pissen. Ja, dat klopt. Het is niet alleen plassen, maar er is ook andere dingen wat ze in de tuin doen. Hey, Boomer. Heeft er nou echt iemand zitten wachten? Moet je weer poepen? Zo. Ja, je moet het kwijt, hè. Als je niet uitgelaten wordt. Ja. Jongen, jongen, jongen. De honden moeten ontlasten. Ze hebben gewoon echt gewacht tot die honden dat deden de hele dag. De buurman is 4 dagen per week weg. Dat klopt. Je neemt niet herdershonden 4 dagen mee dan niet thuis. Dat is een no-go. Hij is dus
4 dagen in de week niet in dat huis. Waarom neem je dan een huisdier überhaupt? Die vrouw lijkt me wel echt een zeur hoor. Lijkt me echt een Karen. Moet je kijken dan. Nou, ik weet het niet. Misschien hebben ze wel gelijk. We gaan het zien. Hoe snel ze weer weg moet. En dan zijn de honden weer de hele avond alleen. En wie is dat? Dat is de vriendin van Mark. De vriendin van Mark. Ja. Als hij er niet is, dan zorgt zij voor de hond. Dat is de bedoeling wel. Dat klopt. Ja. Maar zij heeft er niet veel liefde voor. Wij vinden dat de honden echt verwaarloosd worden. Ja, klopt. In die zin, dat ze verwaarloosd worden, dat ze de hele godganse dag alleen zijn. Dat vind ik verwaarlozing. Ja, toch? Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Dat is niet woef, woef, woef. Maar dan lachen. Oh, love this. Ze gebruiken gewoon Epidemic. Ik heb dit deuntje ook. Is het alles uit de hand gelopen? Ja. De zijn een paar keer losgebroken. Jazeker. En wat is er toen gebeurd? Nou, de achterbuurman hebben ze geprobeerd aan te vallen. Een kleine hondje. En bij de buurvrouw hebben ze de buurvrouw aangevallen. Of bijna. Maar het konijn van de buurvrouw is doodgebeten. Dat meent u niet? Ja. Ja, ja. Dat kan helemaal niet. Die honden die doen geen vlieg kwaad, is beloofd. Die gast heeft die hele achtertuin gemaakt als like, een leefgebied. En je ziet hier zelfs een buitenbench. Het is gewoon bijna een dierentuin. In verband met stoute hond. In verband met stoute hond. Hallo jongen. Hoi, kom binnen. Victor, aangenaam. Hoi, aangenaam. Kijk hier, daar gaan ze. Ze doen niks? Nee, wacht. Nee? Ja, ik heb zoveel slechte verhalen gehoord, jongen. Nee, dat had ik al gedaan. Snap je dat? Ja, even pissen tegen de ding. Hoppa. Ze lijken goed naar hem te luisteren. Dit is hun terrein. De hele achtertuin. De hele achtertuin, ja. Nooit binnen? Ook wel. S'avonds vaak. En dan binnen in huis? Ja, gewoon in huis. Oh, echt waar? Jazeker. Ze komen wel in huis? Natuurlijk. Ja, oh, de buren zeggen dat ze 24 uur per dag buiten zijn. Ik blijf ze vaak s'nachts bij het bed liggen. Oké, dus dat is een misverstand dan? Ja, dat klopt al wat niet. Nou. Oh, we beschermen net als onze kinderen. Zeker, want ze zijn ook vaak zat in huis. Van, oh, ze vinden ze als koud is. Toen wilden ze in huis doen. Nou, dan links bij ons in de slaapkamer. Ik ben er zo aan gehecht. Hij staat te piezen. Ja. Staat ze met z'n tweeën te piezen. Dit is duoplassen. Dat heb je echt de band hoor, als je zo lekker staat te piezen. En mag ik vragen wat voor werk je doet? Ja, kraanmachinist. Kraanmachinist? Ja. Oké. Okay. Kraanmachinist, machinist. Werkt hij zeg maar altijd in Duitsland of niet? Hier, dat is echt gewoon een binnenverblijf. Dat ze ook nog zelf naar buiten en naar binnen kunnen. Hij doet wel zijn best voor zijn honden. Maar zulke honden, die hebben juist heel veel interactie nodig. Ik ben niet een hondenexpert, hè? Dat is wat ik vernomen heb. Als ik in het buitenland zit met werk, dan past mijn vriend door de wezen op de honden. 'S Ochtends gaat ze er op tijd uit, geeft ze met honden naar het veld buiten, geeft ze voer en dan gaat ze naar het werk. Waar is die vriendin nou? Bestaat die vriendin wel? Ik bedoel, ze kan natuurlijk ook hebben gezegd, ik wil niet meedoen aan deze aflevering, maar een beetje lullig om je vriend alleen te laten strijden voor jullie honden dan, toch? Het is mij duidelijk, ik kom jou straks weer halen als meester vissen onderweg is. Is goed. Even relax. Komt goed. Ik kom er wel uit. Is goed. Hoi. Hoi. En nu komt straks Frank Visser en dan is het wel Frank Visser. Oh. Hij neemt zijn honden zelfs mee. Die ze blaffen niet naar de camera, mensen, ook niet naar hun. Het is een verdrietige zaak, heb ik vandaag gemerkt. Misschien is het goed, Henk en Anneke, als jullie nog eens een keertje aan Mark uitleggen wat jullie grote probleem is. Nou, volgens mij weet Mark dat heel goed. Want Mark heeft genoeg appjes van mij gehad dat de honden, als hij niet thuis is, honden de hele dagen zitten te blaffen. Ik heb een camerabeeld en daar slaan ze mensen hier aan blaf luiden. Komt de postbode, slaan ze nergens op aan. Hij heeft dus ook bewijsmateriaal verzameld, hè. Nog steeds snap ik niet helemaal waarom je een hond zou hebben als je 4 dagen niet thuis bent, maar dat de buurvrouw zegt van je drogeert je honden, dat doet me gewoon heel zeer van binnen. Want wij doen alles voor onze honden. Bij onze kinderen, die ga je niet dat ze anders zijn. Mark, ik zou niet je honden vergelijken met dat ze als je kinderen zijn, als je 4 dagen in de week weg bent. De buren vragen zich eigenlijk af waarom jij die honden genomen hebt. Hè? Als je de hele week weg bent en niemand kan voor die honden zorgen, die honden moeten zichzelf redden. Is dat dierenliefde? Ik drink elke dag vers water, voer. Precies omhoog. Zij vraagt, Mark, is dat dierenliefde? Je kan wel zeggen, ja, ze krijgen iedere dag vers voer. Maar als ze geen interactie hebben met een persoon, dan is het geen dierenliefde, toch? Vers water, voer. Precies om 6:30 komt jouw vriendin thuis. Half 6, en ja. En een kwartier later, 1:30 is ze weer vertrokken. Wat heeft ze uitgelaten en alles? Nee, ze vertelt jou wat, Mark, maar dat is niet zo. Ze neemt ze altijd mee in de auto, gaat ze achter naar het veld. Ik vind het wel zielig voor Mark, hoor. Hij moet een beetje strijden voor ook wat zeg maar, zijn vriendin zegt. Natuurlijk gelooft hij dat. Maar waar is zijn vriendin dan? Waarom zit hij hier in zijn eentje te strijden? Nee, Mark zegt, mijn vriendin laat gewoon elke avond de honden uit.
Ja. Nee, jullie zeggen nee. Mark jakt. Nee. Ik kan met 100% zeggen dat zijn vriendin liegt. Want zij heeft hem gewoon helemaal in de macht. Oh, daar gaan ze weer. Mark, jij hebt het idee dat de buren jou weg willen pesten. Nee. Nee. Wegpesten? Hoe kunnen ze je wegpesten, Mark, als je er 4 dagen niet bent? Konijnen die doodgebeten zijn, ja. Cavia's. De cavia's zitten gewoon nog in het hok. Ja, ze zitten gewoon in Mark. Oh, zijn nieuwe gekomen? Nee, ze zijn geen nieuwe. Heb ik geen bewijs van, maar aan iemand anders. Eerlijk, toch? De andere mensen zeggen, ik heb er wel bewijs van. En dat is het meest vage bewijs van de wereld, weet je wel. Hoewel we claimen ze gewoon dat het waar is. Dan gaan ze zeggen, maar ik weet dat het zo was, want ik herinner het me goed. Ze zijn wel gewoon eerlijk, heb ik geen bewijs van. Mag ik jullie voorstellen, de honden hebben hem al door. Goeiedag. Ja, kijk. Ik wil voorstellen aan Mark en zijn 200, die wonen hier. Oh. Oh shit. Oh. Dat is spelen, hè, Mark? Ja, ja. En als jij er nou niet bent, hè? Klein. Dan waren ze. Ze kwispelen wel. Oh shit. Oh. Oh nee. Oh shit. Oh, Mark, dit ziet er niet goed uit voor jou. Oeh. Dat is niet meer. Ik ben blij dat ze nu kunnen zien. Ja, dat. Mark. Oh, hier, shit. Oeh, die zijn echt aan het knokken, hoor. Dat is niet spelen meer. Dat is dat, je kan... Oh, het vreselijk dit. Waarom is Victor die emo? Is die not like this? Hier, oeh. Oh, wat vreselijk. Wat vreselijk dit. Oh. Die honden voelen gewoon die autoriteit die Frank Visser heeft. Tante Greet. Tante Greet, oh mijn god, Victor. Welkom, we zijn hier okay. In Emmen. En aan de orde is de zaak tussen Henk en Anneke Blaak tegen Mark Smit. Voor wie zijn we nu eigenlijk? Hè? Laten we even. Ik ben voor de oudjes. Ja, het gaat over de honden. Want u wilt dat de honden stoppen met overlast veroorzaken. Ja, dat klopt. En Mark wil dat u zich niet meer met zijn leven bemoeit. Klopt. Ja, blaffen die honden, ja. Ik heb ook een hond, die blaft ook. Ja. Een hond mag ook blaffen. Tuurlijk. Ja. Een hond voor. Ja. Daar is een hond voor ook, ja. Ik koop een hond specifiek omdat ik zit van, oh man, ik heb geen geblaf in mijn leven. U werkt in het buitenland. Maandag tot en met donderdag, ja. Ja, dus dan bent u er gewoon helemaal niet. Nee. Maar uw vriendin is er dan. Klopt. En die is s'avonds gewoon thuis. Die is s'avonds ook wel eens naar het buiten. Wacht. Ik zie haar knikken. Is dit de zogeheten vriendin? Maar uw vriendin is er dan? Klopt. Die is er klikt. En die is s'avonds gewoon thuis? Die knikt. Is s'avonds ook wel eens naar het paarden toe. Ja. Naar de paarden. Maar neemt ze soms mee. Waar komt dat geblaf van de honden dan vandaan, als die honden meegaan? Ja, weet ik niet. Nee, omdat je er niet bent? Nee, maar ik weet ook wel wanneer ze weg zijn en wanneer niet. En hoe vaak is dat dan, door de weeks? Door de weeks. Maar even, wat anders. U heeft volgens mij een filmpje gemaakt, hè, over de honden. Ik heb een filmpjes gemaakt. Ja, maar dan vraag ik even Victor met de bewijs. Die is daar heel goed in. Er zijn een paar filmpjes. Gewoon alleen het lawaai al. Ik word er helemaal niet goed van. Ja, ja. Dit is een ander fragment. De achterbuurman komt eraan. Oh, hier, hoppa. Nou, daar zijn ze niet van geniet dat er iemand langs loopt. Als onze kleinkinderen komen. Ze slaat aan van net of ze vermoorden willen. Dat of is... de postbode of iemand. Ja, hij vindt het funny hoor. Hij zegt van nee, niet. Hij is wel vallen hoor. Mag ik het nog zeggen? En wie bent u? Ik ben de achterbuurman. Altijd is morgen loopt met beide hondjes. Dan vliegen die honden vliegen bijna over de hek heen. Ja. Oh. En die hond van hem die heeft mijn kleine hondjes ook al een keer gegrepen. Toen ben ik bij Mark aan de deur geweest. Dat is een no-go. Mark die zegt nee. Nee, daar kan ik mij niet herinneren. Liegen, dat kun je wel. Ach, zeker. Daar kan iedereen naar moed. En heeft dat hondje het overleefd? Ja, ik heb die honden en het komt geen met mijn scrub. Oké. Dus met andere woorden, die honden die zijn ook af en toe wel eens ontsnapt. En daar zijn we ook heel erg bang voor. Ja, ja. Ja. En dan nog de laatste. Dit is de postbode. Het ziet er niet goed uit voor je honden. Dat wordt niet geaccepteerd als wij iemand op bezoek krijgen. Nee. Dus deze opnames zijn binnengenomen, niet buiten. Ja. Foto van hun twee. Die dit dan. Hier, er zijn echt mensen die doen dit. Waarom doe je niet een fullscreen foto? Is dat verantwoord? Ervan uitgaande dat ze van maandag tot en met donderdag eigenlijk overdag alleen zijn. Nee, is voor deze honden niet verstandig. Nee. Deze honden zijn echt gemaakt om te werken. Samen te werken, juist met baas. En niet alleen fysieke uitdaging, maar zeker ook mentale uitdaging hebben deze honden nodig.
Ik zei het! Vrijdag is hij ook wel eens weg. Zaterdag is hij ook wel eens weg. Ja, maar dan gaan de honden mee. Nee, Mark, de honden gaan niet mee. Ja, waarom heb je honden? Dat je ze enkel vrijdag, zaterdag en zondag hebt. Ja, ik. Maar mijn vriendin die is er ook heel aangehecht. Mark, ze vertelt je dingen. Maar waar is ze? En nu in haar leugens trappen. Maar ja, dat vind ik een beetje moeilijk worden, want u zegt ja. Dat zijn vriendin hem voorliegt. Dat is nogal een... Laten we ons even nu tot de honden beperken, want dat valt een beetje te ver gaan. Ik moet er wel even weer op inhaken over het liegen, Mark. Want we hebben rond de tafel gezeten met de andere buurvrouw. Ja. We hebben dingen besproken dat het mij vreselijk hoog zat. Ja. Toen zei hij tegen mij, ik ga een oplossing zoeken. Ja, ga ik zoeken. Ja, de honden gaan naar mijn ouders. Dat heb ik niet gezegd. Maar even wachten, ja? Ik heb gezegd van, ik kan het vragen. En heeft u het gevraagd? Nee. Mijn moeder is dan wel thuis, maar ze heeft zelf ook een hondje. Ja. En die zegt van, dat wordt mij te druk. Ja. Maar hoe zou het dan moeten als de hond elders moet worden ondergebracht? Want dat is de eis. Dan moet er een oplossing komen. Dat vind ik altijd zo makkelijk, hè, dat mensen dat zeggen soms. Die zeggen, ja, dan moet er een oplossing komen. En dat is vaak al een houding. Dan zeg je al, ik ga niet met die oplossing komen, maar ik moet er wel mee eens zijn. Dan kunnen ze ook wel meebetalen, want hun eisen van ze moeten weg. Tot niks. Zijn jouw honden, moeten wij daarvoor betalen? Mark. In deze zaak is voldoende komen vast te staan dat de honden van Mark inderdaad veel te veel overlast opleveren voor de buren. En dat met name tijdens de afwezigheid van Mark. Dan blaffen die honden gewoon te vaak en te hard. En daardoor wordt het woongenot van de buren onaanvaardbaar verstoord. In dat verband geeft het te denken dat deze honden af en toe, waarschijnlijk door de manier waarop ze worden gehouden, dusdanig agressief reageren dat het begrijpelijk is dat de buren zich zorgen maken om het welzijn van hun bezoekers en met name om de kleinkinderen. Ja. Mark houdt ontzettend veel van die honden en dat begrijp ik, maar ik ben bang dat ze hem een beetje boven het hoofd zijn gegroeid. Ja, en dan blijft eigenlijk niks anders over dan de echte oplossing daarin te zoeken dat de honden daar weggaan. Niet alleen om deze overlast te voorkomen, maar ook het belang van de honden. Jammer, Mark. Ik moet u zeggen, meneer Mark, dat de manier waarop u deze honden houdt, eigenlijk in eenzaamheid, dat niet kan. Dat kun je eigenlijk niet maken. Die honden zo vaak alleen laten. Oprecht niet. Dat alles bij elkaar opgeteld, kom ik tot de conclusie dat ik Mark moet verplichten om die honden weg te doen of zelf te verhuizen. In elk geval te zorgen dat die honden uiterlijk... Verhuis naar Duitsland, waar je werk! Gaan, dan zal het ook duidelijk zijn dat de tegenvordering van Mark, namelijk een contactverbod, dat eigenlijk elke grond mist. Omdat het juist is dat de buren indringend klagen, maar dat doen ze ook terecht. Dat is dus de uitspraak. Oh, wauw. Dit heb ik nooit meegemaakt. Mark die wil dus een contactverbod. Dat ze geen contact mogen met elkaar. Maar aangezien hun geklaag terecht was, mag dat niet. Maar ja, Mark is dus zijn hondjes kwijt. Ja, dat is pijnlijk. Maar laten we heel eerlijk zijn. Die honden, die hadden niet echt een goed of leuk bestaan daar. Ze hadden wel een prachtige achtertuin. Dat had hij echt heel leuk gedaan. Maar dat was nog leuker geweest als hij ook vaker thuis was, zeg maar. Wat vonden jullie van deze zaak? Laat het me weten in de reacties beneden. En weet jij nog een zaak waarvan jij denkt, daar moet je naar kijken? Laat het mij ook zeker weten. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!